Helemaal leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een hele leuke video met mijn zusje Fleur. En wij gaan vandaag weer een challenge aan. Namelijk, wij gaan een Visco Girl worden. Oh jongens. Nou, ik denk dat jullie allemaal weten wat een Visco Girl is. Zo niet, dan leef je echt onder een steen. Maar ik zal het nog een keer uitleggen. Visco Girl is eigenlijk een stereotype op de app Visco. En het is een beetje een meme geworden omdat de Visco Girl dus echt heel basic is. Ja. En misschien zijn wij ook wel Visco Girls omdat ik best wel veel van die dingen al heb. Ja. Maar toch gaan we alles kopen wat we nodig hebben om een echte Visco Girl te worden. En we gaan ook een beetje de strijd aan met elkaar. Want als je denkt dat ik ga winnen en dus de beste Visco Girl wordt, geef deze video een duimpje omhoog. En als je denkt dat Fleur gaat winnen, reageer dat dan in de reacties onder deze video. Ja. Maar ja, we gaan nu beginnen. We gaan shoppen, we zijn in Utrecht en we gaan klaarmaken om een Visco Girl te worden. Ja. Laat trouwens even in de reacties weten hoe vaak ik wel niet Visco Girl zeg in deze video. Ja. Maar ja, let's go. We lopen nu dus door de stad en we gaan als eerste kijken voor een outfit. Ja. En wat is natuurlijk het basicste? Oversized t-shirt. Dus we gaan kijken bij de Brandy Melville, want dat is ook heel erg Visco, en bij de Urban Outfitters. Ja. Ik sta nu voor de Brandy Melville en ik heb hier eigenlijk een super goed oversized shirt gezien. Maar ik wil eigenlijk nog even doorkijken om te kijken of ik nog iets beter kan vinden. Ik ben nu in de Urban Outfitters en ik zie eigenlijk al een heleboel oversized shirts. Sowieso zie ik ook al tassen. Alles gewoon wat met Visco Girl te maken heeft. En dit is het shirt die ik eigenlijk wel heel erg goed vind. Deze, ook met die kleuren. Dus ik denk dat ik deze ga doen. Jongens, kijk eens wat we zien. Perfect dit. Een shell necklace. Hier heb je ook allemaal vriendschapsarmbandjes. De Urban Outfitters is gewoon echt zo goed. Oh my god. Kijk eens wat we zien. Een scrunchy muur. Dit is echt Visco Girl Heaven gewoon. Nog iets wat natuurlijk super Visco is, zijn chapsticks. Je hebt of Burt's Bees of Carmex. En die zie ik hier allebei. Oké, even een lekkere smaak uitkiezen. Ik denk deze, cherry, vind ik lekker. En jij, Fleur? Ik weet echt niet of ik Carmex moet kiezen of Burt's Bees. Maar ik denk dat ik voor aardbei en Carmex ga. Oké. We gingen net afrekenen en toen kwamen we allemaal Mario Badescu dingen tegen. Oh. Ja, wat moet je kiezen? Er is zoveel. Letterlijk echt alles. Nou, ik heb die spray al, dus ik denk dat ik voor dit ga. Ik heb de spray. Welke kleur? Je hebt 3 kleuren. Visco Girl comes through. Nou, we zijn aardig goed geslaagd bij de Urban Outfitters. Daar kon je eigenlijk alles kopen wat met Visco Girl te maken had. Eén winkel en dat was zo'n Visco Girl. Eigenlijk wel. Ja. Maar we hebben nog een aantal dingetjes nodig. En we gaan nu even terug naar de Brandy Melville om wat stickers te halen. Want we hebben natuurlijk ook een Save the Turtles waterfles nodig. En straws. Metal straws. We staan nu in een tassenwinkel voor deze tassen. Ja, hoe spreek je het uit, Fleur? En als ik het zag, ik denk niet dat het goed is, maar... Maar ja, hier heb je dus al die tassen. En ja, dit is natuurlijk ultiem Visco Girl. We hebben de tas gekocht en we hebben een tas omheen... Sorry, ik word hier gezien. We hebben een tas omheen gekregen die ook turtle friendly is. Ja. Niet van plastic, dus... Als we nu allemaal zero waste gaan, dan ben je pas echt een Visco Girl. Hydro Splash zijn dus helemaal Visco, maar die heb je niet in Nederland. Super stom. Maar we hebben natuurlijk wel een reusable fles nodig die metaal is, dus niet plastic. Ja. En we zien hier die doppers en die zijn natuurlijk ook heel erg duurzaam en gerecycled materiaal. Ja. Dus we zien die nu hier en we gaan er eentje uitkiezen. We zijn hier dus even voor schoenen aan het kijken. Ja. En de basic Visco schoenen zijn natuurlijk Birkenstocks, Crocs en Nikes en Vans. Het is eigenlijk gewoon heel erg basic, want eigenlijk heeft ieder meisje, behalve Birkenstocks en Crocs, dat is super Amerikaans, heeft wel Nikes en Vans. Ja. Dus ja, het is best wel simpel. Ja. We zijn lekker aan het eten bij de Five Guys. Alleen ik wilde jullie even wat vertellen, want net... zat ik in een schoenenwinkel en toen liepen we weg en toen waren we weer echt helemaal ergens anders. En toen kwam ik erachter dat ik mijn tasje was vergeten van de Urban Outfitters. Waar echt heel veel dingen in zaten die best wel veel geld waard waren. Dus ik terugrennen gewoon. Gelukkig stond hier nog, of anders kon ik deze video gewoon gelijk gewoon niet meer posten, want dan waren alle spullen weg. Maar ik ben blij, ook omdat ik nu Five Guys kan eten. Dus ja, eet smakelijk, maar het was een beetje hectisch net. Wij zijn weer thuis en het is nu tijd voor de grand reveal. Maar voordat we helemaal gaan omtoveren tot de Visco Girl, willen jullie eerst even alle spullen laten zien. En we gaan beginnen met de outfit. Dat is niet echt heel erg veel, want
Ja. Het is alleen een shirt. Ja, en schoenen. En schoenen inderdaad. Maar we pakken ze er even bij. Onze shirts. Ja. Ik heb deze van de Urban Outfitters. Deze vond ik wel heel erg, ja, visco. Ja. En deze heb ik van de H&M en ik vind hem echt super leuk. Oké, dan de schoenen. Allebei Vans. Ja. Dat is natuurlijk het meest basic. Ik heb gewoon weer deze. Want die van mij waren echt helemaal kapot. Waren gewoon, ja, ook best wel oud. Waren al bijna 3 jaar oud. Maar ik heb dus een fresh pair. Ja, en ik heb deze Vans checkered. En ja, ik heb ze nog nooit gehad. Dus ik ben wel echt heel blij dat ik deze heb. Ik heb deze sokken met een vlammer erop. En ja, dat is dus super leuk. Tenminste, misschien zou ik het zelf niet dragen, maar voor in de fans. Het is een look. Laten we het daarop houden. En ik heb deze sokken waar Lucky op staat. En ik vond het wel heel leuk passen bij de 7-9 t-shirt. Oké, dat is dus de outfit. Ja. Dan gaan we door naar de accessories. Voor de accessories hebben wij als eerste een tas. Ja. En dit is de, spreek jij het maar uit, want ik kan het niet. Ja, ik kan het ook niet. Heb je al een reden van kanker, ja, denk ik? Ja, dat blijkbaar. Geen idee. Ik heb een beetje een grijze blauwachtige. En ik heb een zwarte. Ja. Deze tas is dus gewoon echt visco. Maar dat zeg ik over alles. Maar alles is gewoon visco. Dat hoort er gewoon bij. Alles uit deze video. Ja. Daarom maken we deze video. Ja. Maar hier gaan dus ook alle andere visco linkjes in zitten zometeen. Ja. De volgende accessory is deze shell necklace. Ja. En als je iets over visco girls weet, dan weet je dat dit echt het ding is. Ja, maar dit is gewoon het ding dat visco girls niet dragen. Ja, dus dit moet je eigenlijk wel weten. Als je dit niet weet, echt shame on you gewoon. Maar ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik weet niet of ik hem heel erg leuk vind. Ik weet, jij vindt hem wel heel leuk. Ja, ik vind hem heel leuk. Dus ja, de snel necklace. Snel. Dus ja, de shell necklace. Dan hebben we nog iets wat echt bij visco girls past. Gewoon, dit is het gewoon. Ja. Scrunchies. Scrunchies. Heel veel scrunchies. Scrunchies, ja. Overal. Je moet ze echt overal dragen. We hebben allebei een beetje andere kleurthema's. Dit is een beetje naturel. Dan heb ik een beetje wat pastelkleurtjes. En deze zijn gewoon heel vrolijk, vind ik. Ja, gewoon alle kleuren van de regenboog. Ja, alle kleuren. Dan nog iets. Friendship bracelet. Vriendschap armbandjes. Ja. Ja. Allemaal voor mezelf, want ik geen vrienden heb. Ja, we delen ze samen. Ja, oké. We hebben samen friendship bracelet. Ja. Nou, dan gaan we nu door naar wat andere dingen die visco girls gebruiken. En die ze dus in hun tas stoppen. Als eerste, hydro flasks. Ja. Maar dit zijn niet de echte. Nee, dit zijn dus niet de echte, want die verkopen ze gewoon niet in Nederland. Echt hoe. Maar we hebben dus doppers gekocht. Ja. Omdat hydro flasks eigenlijk heel goed voor het milieu zijn. Omdat ze herbruikbaar zijn en metaal. Niet van plastic dus. En dat zijn deze ook. Ja. En er is ook nog eens gewoon recycled materiaal. Dus het is gewoon eigenlijk heel erg goed voor het milieu. En ze hebben natuurlijk ook stickers. Stickers inderdaad, want de hydroplast van visco girls zit helemaal vol met stickers. Ja. Die van mij komen van de Brandy Melville. En deze van mij komen van de Hema. Dus dat is super leuk. En dan voor in de hydroplast, soort van, je kan natuurlijk ook in normale reusable cups gebruiken. Reusable, geen plastic. Nee. Dat zijn deze metalen rietjes. Metal straws. Ja. Om de turtles te saven. Save the turtles! Oh jongens. En dan nog iets. Carmex! Carmex! Want visco girls houden nou een van chapstick. Het was of Burt's Bees of Carmex. Ja, ik vond dit wel leuker uitzien. Ik vond deze ook leuker uitzien. En Burt's Bees heb ik al. En deze smaak niet. Ik heb de cherry smaak. Ik heb de aardbeien. Oké, dus dat is super leuk. Ja. En dan als allerlaatste Mario Badescu. Ik kon dat eerst echt gewoon niet zeggen. ik wist het ook niet eerst hoor. Echt? En Fleur heeft dus de soort setting spray. Ja, of gewoon voor refreshing. Ja, refreshing spray. En ik heb dit voor drying lotion dat je op puistjes kan doen. Ja. Ik weet dat deze ook heel erg populair is. En dat was het dan. Ja. Ben je klaar om je om te toveren tot visco girl? Ja. Let's go. Let's go. Dit is dus de uiteindelijke reveal. Dit zijn wij als visco girls. Ja, ik vind het echt heel leuk. Hoe voel je je? Ja, ik voel me echt als een echte ultieme visco girl. Ik vind het ook heel erg leuk. Ik zou dit zelf nooit zo aandoen, maar het is een hele leuke ervaring. Ja. Ik voel me eigenlijk net een Amerikaans meisje, want daar dragen ze ook gewoon echt dit soort dingen naar school. Ja, echt hoor. Dat is gewoon echt zo. Ja, ze dragen ook van allemaal van die mega sokken, heel hoog. Mm-hmm. Laat zeker een reactie achter met degene die jij denkt dat de beste visco girl is. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik denk dat ik het ben. Nee, ik. Oké, nou, ik hoop dat jullie in ieder geval deze video leuk vonden. Ja. Wij vonden het super leuk om voor jullie te filmen. Het is een hele ervaring geweest. Maar
Abonneer zeker op mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. En geef deze video een dikke duim omhoog als je hem leuk vindt. En reageer dan. Bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer. Doei! Doei. En hij oep. En dan Save the turtles.